Malaika, we gaan je vandaag uitzwaaien. Dus kan je even naar voren komen. Ja, we hebben speciaal wat dingen voor je geregeld vandaag. Okay. Dus we hebben in elk geval een ballon met allemaal gelukwensen van ons allemaal. Ja? Dus die mag je thuis rustig openmaken. We hebben nog een speciaal cadeau voor je. Zo, dit was me nog eens een verrassing volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Leuke verrassing. Ik wist eigenlijk niks. Eigenlijk, wat ik eigenlijk wist, is eigenlijk dat ze een beetje stil zouden staan. Dat ik schoenen zou krijgen, maar voor de rest wist ik niet dat het zo'n spektakel zou worden. Nee, van het hele bedrijf opgetrommeld. Slingers, ballonnen, gebak, alles erop en eraan. Ja, klopt. Dat wist ik niet. Ja, met welk doel ga jij naar die Paralympics toe? Dat ik niet met lege handen thuis kom. Uiteraard voor een gouden medaille, maar als het een zilver, brons, maakt nu uit. Maar in ieder geval niet met lege handen terugkomen. Bankdrukken. Doe jij? Neem ons eens mee. Hoe ziet dat eruit op de Paralympics? Ja, het is eigenlijk een vrij grote sport op de Paralympic. Het zijn eigenlijk sporters met een beperking, verschillende beperkingen. Die strijden dan in gewichtsklassen tegen elkaar. En ze moeten dan zoveel mogelijk gewicht tillen, drukken. En wie de, ja, per klasse gaat dat natuurlijk. En wie het hoogste heeft gedrukt, die wint, zeg maar. En ben jij een van de kanshebbers op voorhand? Ja. Dus, dat is duidelijke taal. Ja, omdat het echt zo is. Ja. Dus, ja. Dus dat maakt het eigenlijk allemaal extra spannend. Wat je tegenstanders gaat doen en noem maar op. Dus, maar het is wel een leuke uitdaging. Ja, want in het voortraject ben je al behoorlijk succesvol geweest. Ja, dat klopt. Ik ben in 2004 derde geworden op het WK. Vorig jaar tijdens de EK tweede geworden. Dus goede voorsprong, om het zo even te zeggen. Wat heel leuk is ook, je krijgt meerdere verrassingen vandaag aangeraakt, maar ook schoenen in de kleur van de Nederlandse equipe, zoals iedereen ze straks gaat dragen. Ja. Precies voor jou op maat gemaakt. Ja, klopt. En ik vind ze geweldig eigenlijk. Ja, nooit zulke mooie sportieve schoenen gekregen, dus ik ben helemaal blij, want ik was wel een beetje bezorgd dat ik een beetje apart zou zien dan de anderen, maar echt prachtig geworden. Ja, fijne collega's zijn dat. Ja, zeker. Ik ben heel blij met ze. Wanneer ga je precies weg? Ik vertrek 5 september. En mijn wedstrijd is op 14 september. Ik wens je veel succes. We gaan je volgen daar. En hopelijk met het goud terug. Dan spreken we elkaar weer. Ja, dankjewel. Zeker. Heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. Hey.